dat is moeilijk. Ruim 100 studenten hebben vrijdagmiddag in het centrum gedemonstreerd tegen het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel. De actievoerders denken dat door de invoering van het leenstelsel vooral kinderen van ouders met een hoog inkomen gaan studeren. Het studeren voor de overige groepen zou te duur worden. De demonstranten verzamelden zich op het Academieplein en trokken vervolgens naar de Ossenmarkt. En daar werden ze toegesproken door SP-Kamerlid Paul Ulenbelt, die vroeger voorzitter was van de Groninger Studentenbond. Mijn ouders hadden weinig geld. En als ik in die tijd had moeten gaan studeren, praten we over de jaren 70 vorige eeuw, met het vooruitzicht van een lening van een schuld van 30.000 tot 50.000 euro, dan hadden die ouders tegen mij gezegd van Paul, dat is te link. Je weet niet of je dat gaat verdienen, doe maar niet. En dat is wat dat leenstelsel gaat doen. Het zal heel veel studenten weerhouden. En anders doen hun ouders dat wel om te gaan studeren. We zijn inderdaad tegen de invoering van een leenstelsel. We zijn namelijk bang dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in het geding komt door de invoering van dit stelsel. Je ziet uit verschillende rapporten dat blijkt studenten of niet gaan studeren en dat veel mbo's en hbo's niet gaan doorstromen. En op deze manier wordt de eigen kenniseconomie om zeep geholpen. Studeren is niet alleen een investering in jezelf, volgens Ulenbelt. Wij verwachten van die mensen met hersenen dat zij dat terugdoen voor de maatschappij. Dat is waarom er universiteiten zijn en waarom we die hebben opgericht. Een universiteit is niet een middel om jezelf te verrijken. Dat is waanzin. Ik ben nog van het oude verheffingsideaal, waarbij we jongens en meisjes die de hersenen hebben, dat we die zich laten ontplooien in het belang en in het nut van de maatschappij. De demonstranten zijn niet onder de indruk van het argument dat zij straks goed verdienen en best hun studie kunnen aflossen. Je ziet dat op dit moment dat er enorm veel afgestudeerden of een tijd werkloos zijn of nog niet zoveel gaan verdienen. De jeugdwerkloosheid neemt toe in Nederland. Dus het is enorm onverantwoord om op dit moment of eigenlijk überhaupt mensen in de schulden te jagen. Want dan moet je eerst nog tot je, ik weet niet hoeveel zijn levensjaar nog gewoon doorgaan met aflossen. Er zijn heel veel mensen die helemaal niet zoveel gaan verdienen. Dus die straks met een enorme schuld zitten die ze waarschijnlijk 35 jaar aan vastzitten. En dat vinden wij heel oneerlijk, dat die generatie echt een schuldengeneratie gaat worden. Dat wij een dik salaris krijgen, dat is nog helemaal niet zeker. Het is nu crisis en het wordt ook voor hoger opgeleiden steeds moeilijker om een baan te krijgen. Dus ja, dat we een dik salaris krijgen, dat is helemaal niet zeker. En ook niet met elke universitaire studie krijg je zomaar een dik salaris. En ze krijgen bijval van de huidige voorzitter van de Groninger Studentenbond. De mensen met een hoog inkomen, zoals de advocaten en dergelijke, die betalen straks al een groot deel terug via het progressief belastingstelsel. En we zien nu dat vooral de lagere inkomens en de middeninkomens, van wie de ouders niet kunnen bijdragen, dat studenten daarvan een heel groot extra deel moeten gaan lenen. En op deze manier creëren we een extra ongelijkheid. De Tweede Kamer moet het voorstel nog aannemen.